Yo, kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en vandaag gaan wij naar de zee. We gaan eerst naar het stadion van FC Batumi om te kijken of er nog tickets zijn voor de wedstrijd van morgen. Tegen welke club het was, ben ik al even vergeten, maar dat horen jullie later wel in deze video. Als ik het heb opgezocht of als we bij het stadion zijn geweest, dan lopen we even de kust af. Misschien dat we nog even de zee in gaan. We lopen gewoon een stukje van die kustlijn af. Niet heel de kustlijn, want dat is 13, 14 kilometer. Maar we gaan wel een groot stuk ervan waarschijnlijk doen en kijken wat er gewoon onderweg te zien is, te doen is. En dan gaan we kijken of we misschien aan het einde nog die Alphabet Tower in kunnen. En misschien nog met de boot mee kunnen op de Zwarte Zee. Maar dat betwijfel ik allemaal. Dus wat we gaan doen in deze video, zien jullie straks. En Margarita zit weer verslaafd op haar telefoon TikTok filmpjes te kijken. Margarita? Hi! Je zit weer verslaafd TikTok filmpjes te kijken, jij? Nee. Jawel. TikTok filmpjes? Ja, dat mag. Ja, dat mag. In ieder geval, joe, tot straks. De eerste glimpjes van het stadion zien wij al in de verte. Tickets zijn blijkbaar uitverkocht voor de wedstrijd, wat wel jammer is, want ik wou heel graag eens een keer een voetbalwedstrijd hier bezoeken. Maar ja, ze zijn blijkbaar uitverkocht, wat misschien begrijpelijk is voor een klein kustplaatje wat nu opeens bomvol met toeristen zit en voor een Europese kwalificatiewedstrijd. Dus ja, jammer. Ik weet niet of jullie het zien, maar een klein glimpje van het veld. Kijk, een mooie vuurtoren. Kijk, Margarita. Veel mensen. Ja? De zee. En speeldingetjes, maar die zijn niet open helaas. Jij moet daarin. Ja. Ja? Was het leuk? Ja! We zaten hier op een klein deel van het strand. Daar helemaal verder gaat het helemaal door. En er zijn daar ook veel meer mensen. Nog eens een keer het stadion waar wij morgen helaas niet in gaan zitten. Daarnet waren we even bij de zee geweest, de Zwarte Zee. Waar ik al in een vorige vlog heb gezegd dat waar die allemaal uitreikt. Nu gaan we eventjes de stad in. We gaan kijken of we de Alphabet Tower kunnen bezoeken. Dat is een toren met alle 33 letters volgens mij van het Georgisch alfabet. Het Georgisch alfabet is enorm uniek. Het is de enigste van zijn taalsoort. Het is echt een eigen taalfamilie, een eigen taalsoort op zich. Dus kijken of we die toren kunnen beklimmen. Het is een soort van in de vorm van een DNA. Want ze wouden iets doen, hè, dat mensen, als mensen bezoeken of we het verhaal van het Georgisch vertellen. Ik weet niet meer wat het was. Maar een DNA-structuur met alle letters van het Georgisch alfabet erop. En die gaan we kijken of we die kunnen beklimmen of wel gewoon met lift naar boven kunnen gaan. En daarna nog wat andere leuke dingen in de stad Batumi bezoeken. Hele mooie taart inderdaad. Zelfs de Jehovah-getuigen staan hier. En hier wat bootjes. Je ziet hier vlaggen van Georgië en die daartussen zitten met het blauw ertussen. Zijn de vlag van Adjarië, dat is de regio hier. En nog altijd geen gratis sterke drankje eruit. Check mijn vorige vlog voor meer info. Hier zie je het zelfs nog opstaan wat voor drank eruit kwam. Het heet Kasha of zoiets, ik weet niet meer. Althans weet, ik weet gewoon niet hoe je het moet uitspreken, maar goed. Aleluya.
café die heet Porto Dessa. Odessa ligt ook aan de Zwarte Zee. Helaas nu wel midden in conflict met Rusland. En daar hebben wij de Alphabet Tower. Kijken of die nog open is. Die gaat helemaal tot aan mogen. Vond jij dat leuk, Margarita, die muziek en die dansen? Hallo, ik vraag jou iets. Ja, mooi. Vind je dat leuk? Ja? Ja. Heb je nog meer iets te zeggen dan alleen maar mooi? Wacht. Het is best wel leuk en mag ik nog iets zeggen? Koemala, la koemala, la koemala. Wat is dit? Dit klein haafje is trouwens de diepste van de Zwarte Zee. Dat is een heel klein haafje. Dat is een grotere, en ik hoop voor Geurtje een veel grotere, in Potti. Was de koffie lekker, Margarita? Wat chocolade en een ijsbontje. Kijk de Zwarte Zee, Margarita. Ik weet nog toen mensen vroeger altijd dachten dat het einde helemaal daar is en als je daar over zou gaan, dan zou het wel eens overvloeien. Ja, dat de zee zo klein was. Dat je zo ga je gewoon kijken. Ja. Dat is heel vroeger, hè. Kijk hoe mooi, maar kijk. En dit is soms een panoramalift, hè. Margarita? Ja? Dit is toch onze panoramalift, hè? Panoramalift, ja. Oh, licht. Lift. Deze toer, zoals ik al zei, vertegenwoordigen alle volgens mij 33 letters van het Georgische alfabet. Ik heb mezelf een soort van beloofd om toch een poging te wagen om Georgisch te leren. Al denk ik niet dat mijn poging heel ver gaat komen en heel snel gaat stranden. Maar goed. De toren nog eens een keer van een afstand en het reuzenrad ziet er ook niet verkeerd uit. Al gaan we die vandaag niet doen. Misschien een andere dag. Al met al is dit wel een mooie stad. We gaan kijken naar een leuke Ierse pub en nog wat langs het water wandelen. Ik heb wel soms dat ik het heel erg ongemakkelijk vind om mezelf te filmen in het openbaar. Dat heb ik nu ook. Dus ik ga snel over naar gewoon lekker de zee filmen. Kijk eens hier, Margarita. Dit ziet er ook wel mooi uit. Zo. Wij zijn nu op weg naar de Ierse pub, toch? Ja. En dan gaan we kijken of we daar iets kunnen eten. En eventueel natuurlijk ook iets te kunnen drinken. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ierse pubs zijn normaal wel leuk. Die in Tbilisi was heel rustig, maar die was wel leuk. Dus ik ben benieuwd hoe die nu is. Ja, ik heb wel goed. En dit ziet er ook wel leuk uit. Volgens mij gaat die Ierse pub ook gezellig zijn. Ja, denk je? En als die vol zit, hebben we pech. Dan hebben we heel dat een stuk gelopen. Voor niks. Dan zullen we meteen naar attracties gaan. Ja, dag. Zij wil heel graag attracties doen, maar elke keer moeten we dat skippen. Hetzelfde met die kabelbaan. Hetzelfde met die kabelbaan in Tbilisi, dat ook. Dat wouden we ook de hele tijd doen, maar dat gaan we misschien nog deze week, volgende week doen. Maar goed. Hoe lang zijn we eigenlijk in Georgië? We gingen toch twee weken blijven? Week. Dus volgende week is onze laatste week. Zijn we een week in? Ik dacht dat wij al twee weken of zo waren. Nee, we zijn, dit is onze tweede week. We moeten nog een week. Ja? Ik vind een week genoeg. Ja.
De bier komt gewoon hier uit de buurt. Was het eten lekker, Margarita? Ja. Maar je was wel een trage eter, jij, hè? Maar het was best wel heet. Was het heet? Ja, en wel lekker, hè? Ik moest heel de tijd zo blazen. Maar hebben ze zelfs het verkeerde gebracht. Ik had eigenlijk worst besteld en geen hamburger. Maar ja, het was wel lekker, die hamburger. Of jij die hamburger van mij lekker? Want je had ook een beetje geprobeerd, hè? Oh ja, ja. Ja? Ik heb zelfs twee lokale biertjes gedronken. Apple. Apple niet. Ik had niet gefilmd waarschijnlijk, wacht. Apple. Want daar heb je echt niet in Nederland ofzo, hè? En nu gaan we terug naar het... Ja, hey, kwast. Appartement. Ja, Spar zit hier ook echt overal. Vooral in Tbilisi zit het overal, toch? Precies, ik kan het echt niet meer aan de Spar. Dat wat licht aan het geven is gewoon een hotel. Gezellig. In ieder geval bedankt voor het kijken. Like, abonneer, join de Discord server. Link staat in de beschrijving. Volg me even op Instagram, echtemilan.nl. Ma, en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dat zeg ik altijd. Oh, zeg dan maar nog een keer. Dan weten ze het beter. Je hebt het al gezegd. Zeg maar nog een keer. Zeg maar nog een keer. Kom slaap. Nou, dan niet. In ieder geval, zij wil het niet meer zeggen. Morgen gaan we een tour doen door de regio hier. Ik weet ook niet precies wat we gaan zien. Maar we gaan dingen zien. Ja, in Georgië. Ja, dat snap ik ook wel. Sowieso de grens met Turkije. En dan nog een paar dingen. Maar ik weet niet precies meer wat. Maar goed, dan zien jullie bij de volgende video, toch? Hm. Ja. Jojo. Wacht, maar de camera. Ah. Wil je nog zeggen? Kumalala, 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 sabesta. Niks nuttigs. Laters.